Gezondheid, uw keus. Elke zondagmiddag om 5 uur op FM Gold. Tips voor een gezonde levensstijl en voeding. Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stoetgaard. Master of Science. Zondagmiddag 5 uur. Gezondheid, uw keus. Op FM Gold. Luisteraars en van harte goedemiddag en hartelijk welkom. We zijn weer een weekje verder en het is net 5 uur geweest. Dat betekent hoog tijd weer voor een nieuwe live presentatie van het zondagmiddag Radio Actualiteitenprogramma. Gezondheid, uw keuze op Radio FM Gold. Hier is vanuit Studio 2 uw programmamaker Het Bloed uit Coronie met hoog bezoek, Ricky Winston Stuttgart. Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. We doen in het tweede weekend voor een total lockdown. Laten we hopen dus dat de regering niet de motivatie heeft om volgende week en de week daarop weer een total weekend lockdown te houden. Want als dat ik hoor, een ontwikkeling tegen. We hebben vandaag een heel bijzondere gast. En het is een heel emotionele een interview gaat het worden. Dus ik ben hier verzamelen die zakdoeken en te je Atja Atori die zien. Ik ga mijn gast vragen om zichzelf te introduceren. Goedendag alle mensen, alle luisteraars. Mijn naam is Marina da Costa. Ik ben zelf moeder van 4 kinderen. Ik kom uit het onderwijs. En ik ben ook een bezigheidstherapeute geweest. Na een poos weg geweest te zijn, ben ik weer terug in mijn geboorteland. En ik ben alweer vanaf 2007 terug. Actief onder andere in de milieubeweging OPITE, Save Our Nature. En waar wij proberen om mensen awareness bij te brengen hoe we met het milieu moeten omgaan. Je zegt, ik ben terug in Suriname. Ben je geen Braziliaanse? Nee. Onze familie is vanaf 1654 in Suriname. Ja, ja. En ik ben hier geboren en getogen. Ja, in een voorgesprek had je het over je vader. Wat was hij? Ja, mijn vader was directeur van Surland. Mm-hmm. En Surland was de derde deviezenproducent voor de regering. En helaas in 86, hij is nog 3 jaar extra heeft hij bijgetekend. Hem werd gevraagd om nog 3 jaar directeur te zijn. Daarna is hij met pensioen gegaan en helaas heeft hij dus kanker gekregen en moest voor behandeling naar het buitenland. Beide ouders zijn al overleden. Mm-hmm. Maar hij heeft Surland groot gemaakt, kan ik zeggen. Hij was een voorbeeld voor me. Een integer man. Soms als ik mensen tegenkom, ik stel me voor, da Costa van Surland. Mm-hmm. Ik zei, ja. Want mijn vader was ook hoofdbestuurslid van de PSV. Maar een hele integer man. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal geweest. Voor mijn zusje en voor mijn broers. Ja. En voor mij. En je zegt van de familie da Costa is vanaf 16? 1654. Dus dat betekent dus dat jullie zijn niet gekomen met die boeren in een kolonisatie. Jullie zijn van daarvoor. Ver daarvoor. Mm-hmm. We zijn gevlucht vanuit Portugal naar Amsterdam. Mm-hmm. En omdat Amsterdam vol stroomde met Joden die op de vlucht waren, hebben ze op een gegeven moment ook voornamelijk Poolse Joden, dus uit de Oost, hebben ze met de oprotpremie, maar ook Sefardische Joden, wij zijn Sefardisch, hebben ze naar Curaçao, Suriname, Brazilië gestuurd. Ja. En onze familie is in 1654 vanuit Pernambuco gevlucht, omdat de Portugezen Recife, mm-hmm, Pernambuco, veroverden op de Nederlanders. Mm-hmm. Dus, of heroverden. Dus ze moesten weg. Toen is mijn voorvader Baruch da Costa gevlucht met ongeveer 80 mensen. En er is een klein groepje gebleven in Cayenne. Wat vroeger van de Nederlanders was.
toen 10 jaar later in 1664 de Fransen het heroverd hebben op de Nederlanders, moesten die mensen ook weer vluchten. Dus toen is dat groepje onder leiding van David Nassy naar Suriname gekomen. En vandaar dat 5 generaties van mij op Joden Savanna begraven zijn. Mm-hmm. En Joden Savanna en Cassipora. Oh. Dus we zijn eigenlijk van heel, heel lang zijn wij hier. En ik ben zelf ook gids, gespecialiseerd voor Joden Savanna. En ik vertel altijd dat ik ben toevallig nu bijna klaar met het boek van Cynthia McLeod, Elisabeth Samson. En daar komt ook heel mooi naar voren de kabalen. Mm-hmm. De kabalen waren plantage-eigenaren die eigenlijk zich niet wilden aanpassen aan het systeem van het kolonialisme. De kabalen, dus die plantage-eigenaren, moesten zoveel belasting betalen. En ook helemaal toen Cassar die inval had gepleegd in 1712. Mm-hmm. Daarna heeft het koloniaal gezag controleurs gestuurd naar alle plantages. En naar het aantal slaven moesten ze nog een extra belasting betalen. Dus die kabale, waar 2/3 Joods was overigens, zijn verschillende keer gegaan daartegen. En het is heel grappig, ik kwam ook weer in dat boek van Elisabeth Samson van Cynthia McLeod, kwam ik het ook weer tegen. Dus je ziet dat zelfs toen al tegen het systeem gevochten werd. Mm-hmm. Net zoals dat wij, en dan trek ik het naar nu, we zitten gevangen in een systeem. En we zitten nog steeds gevangen in het systeem. Mm-hmm. Maar laat verder op in het programma gaan we er ook over hebben. Ja. Maar het is wel goed om te beseffen dat het vervelende was, omdat die Joden nergens naartoe konden, zijn we hier gebleven. Ja, ja. Terwijl al die Zwitsers, Duitsers, Engelsen, zodra ze klaar waren of ze gingen failliet, woep, dan waren ze weer naar hun eigen land. Mm-hmm. Maar die Joden hebben zich zo goed geïntegreerd in de Surinaamse samenleving. Want ze hadden geen land waar ze naartoe konden. Ja, ja. Ja, ja. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog zijn veel weggetrokken. Zijn heel veel ook naar Israël gegaan. Hè? Mm-hmm. En Israël, Amerika. Dus we zijn maar met een klein groepje. Maar we zijn blij met elkaar. Maar kan je Hebreeuws praten? Nee. Ik ben wel een keer een tijdje begonnen om te leren. Conversatie te leren. Maar ik moet het weer gaan oppakken. Oké. Heel leuk, heel mooi. De eerste keer dat ik iemand hier op de radio heb die zo'n lange geschiedenis heeft. Ja. Wat zijn jouw hobby's? Mijn hobby's tuinieren en schilderen. En tekenen. Ik hou ervan om met pastel portretten te tekenen. Ik heb helaas de afgelopen jaren er weinig tijd voor gehad, maar ik denk dat ik er nu weer aan toe ben om het weer te gaan oppakken. Ja. Kan je nog iets, omdat je zegt van ik ben in Suriname geboren, kan je nog iets vertellen over je schooljaren? Ja, ik kan me nog de dag herinneren dat mijn moeder me naar de kleuterklas bracht en ik verschrikkelijk gehuild heb. Heel erg. En ik heb een soort, ik kon mijn moeder niet loslaten. En ik ben zo intens verdrietig en alleen heb ik me gevoeld. Dat gevoel, datzelfde gevoel, is over me gekomen toen mijn dochter overleed. Mm-hmm. Dus dat gevoel van verlatenheid, afscheid nemen, is me eigenlijk mijn hele leven lang toch een beetje bijgebleven. Mm-hmm. Maar ik had een hele lieve juffrouw Alberga. En aan het eind van het schooljaar heb ik mijn moeder gezegd, mama, ik ga ook kleuterjuf worden. Het was zo'n lieve vrouw. Mm-hmm. En ik heb Ik ben naar de kweekschool gegaan hier. Mm-hmm. Kleuter A-opleiding heb ik gedaan. Ik wist gewoon, dus ik heb de HBS, ik heb een aantal jaren HBS gedaan. Maar ik wist dat ik kleuterjuffrouw wou worden. Mm-hmm.
Dus ik heb tegen mijn ouders gezegd, mijn vader was vreselijk boos op me. Nee, je moet je HBS afmaken. Maar ik wist dat ik kleuterjuffrouw wou worden. En ik wou geen tijd verliezen. Want ik zou dat schooltje aan de Wagenwegstraat van een tante van me, zou ik overnemen, dat kleuterschooltje. Mm-hmm. Daarom wou ik naar Nederland toe om hoofdakte snel te doen in 1 jaar, want hier was het toen 2 jaar. Maar goed, in die tussentijd had ze het al aan een ander overgedaan. Dus toen ben ik gebleven voor nog een studie. Mm-hmm. Ik zou ergotherapie doen. Helaas ben ik 2 keer uitgeloot. Toen heb ik bezigheidstherapie gedaan. Maar ik heb wel als ergotherapeute eigenlijk in een ziekenhuis gewerkt. Mm-hmm. Dus een ziekenhuis, annex, verpleeghuis, is mij niet vreemd. Mm-hmm. Medische zaken waar ik mee in aanraking kwam. Maar ook de dood die ik al jong heb gezien om me heen. Heeft ook veel impact op me gemaakt. Ik ben op een gegeven moment heel dankbaar geworden dat God mij geschapen had of heeft. En ik mag leven. Want ik zag ook jonge mensen. Nou, ik zag jonge mensen die bijvoorbeeld vlak voor de dood stonden. Dat ze kanker hadden. Of jonge mensen die, jonge mannen, ik werkte op een zaal met 6 jonge mannen die in tractie lagen. Die hadden motorongelukken gehad, waarvan er 2 overleden zijn. Maar, en dan lagen ze in tractie, in een soort rond bed, want dan moesten ze gekeerd worden. En dan moest ik dus ze wat ontspanning geven. Dus dan ging ik of schilderen met ze, of we gingen andersoortige handenarbeid doen. Zodat ze dat halve jaar of een jaar dat ze in tractie moesten liggen. Dat ze in ieder geval niet vereenzamen. Ja, want dat zou gebeuren. Ja. Klopt. Je hebt voor het tweede keer ga je aan van schilderen en tekenen. Maar waarvan, wat hou je van om te tekenen? Nou, ik ben ook leerling geweest van Nola Hatterman. Mm-hmm. En die zat toen nog aan de Zwartovenbrugstraat. Geweldige vrouw. Mm-hmm. Echt een geweldige vrouw. En ik heb echt met die jongens zoveel lol gehad. Ik hou ervan om gevoelige dingen te tekenen. Mensen die in hun gezicht iets kunnen uitstralen. Ik heb bijvoorbeeld ook met een paar pastelstreken heb ik mijn dochter Shifra getekend. En het was zo echt, dat ik, het ligt nu al zeker 18 jaar te wachten of ik het wel of niet moet afmaken. Ja. Ja, maar ik hou er dus van om met name portret teken. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat zou je over 10 jaar willen zijn of over 10 jaar willen doen? Boy, over 10 jaar wil ik net zo gelukkig zijn en tevreden met wat ik heb en ook wat ik niet heb. En ik hoop dat ik over 10 jaar met dezelfde spirit in het leven mag staan. Dat ik ook mijn ideaal om mensen te wijzen op hoe mooi het leven is, maar ook hoe we met mens en dier en met de natuur moeten omgaan. Want ook het gebeuren rondom ziekte en dood heeft ook te maken met hoe je in het leven staat. En ik ben altijd blij als ik mensen tegenkom die zeggen van met de kleine dingen. De kleine dingen zijn het die het doen in het leven. Mm-hmm. En ik ben een tevreden mens. En ik denk ik hoop dat ik net zo tevreden zal zijn over 10 jaar. Over 10 jaar. Ja. En dat ik natuurlijk mijn gezondheid, die ik zo goed en zo kwaad het nu nog heb, dat ik het precies zo mag houden. Ja, ik heb voor Suimi nog een vraag te stellen. Ben je al naar Israël geweest?
Meneer Stuttgart, ik ben zo vaak geweest naar Israël. Het is een prachtig land. Prachtig land. Ik heb daar in, even kijken hoor, in 1977 heb ik daar 3 maanden gewerkt in een kibbutz. En ik zal u vertellen, daar heb ik geleerd om wc's schoon te maken. Mm-hmm. Dus je werd ingedeeld. Je moest of een batterij wc's schoonmaken. Ik geloof een stuk of 15 wc's naast elkaar. Dat was net buiten de eetzaal. Dus ik zat in de kibbutz. En het kibbutz-systeem is dat je dus met elkaar eet, met elkaar drinkt. Je ontspant met elkaar. Je hebt een recreatiezaal waar je 's avonds televisie kunt kijken, koekjes en thee kunt drinken of koffie. Daar heb ik leren werken. Ik heb in de keuken gestaan. Ik heb kip moeten kappen. Ik heb groenten moeten... En dan praat ik over die kibbutz. Het was volgens mij iets van 500 mensen woonden daar. Mm-hmm. Dus dan moet je voor 500 mensen koken. We stonden om 3:30 s'nachts op. Dan moesten we snel naar de eetzaal. Dan konden we even snel een ontbijtje nemen, licht ontbijt. En dan werden we op een tractor of met een aanhanger erachter. En dan moesten we op die aanhanger gaan zitten. Dan werden we gebracht bijvoorbeeld naar die perenvelden. Mm-hmm. Dan moesten we op ladders klimmen en dan die peren allemaal gaan plukken. Maar er waren niet alleen vrijwilligers, er waren ook dus jonge mensen die daar woonden. Het gaf een bepaald saamhorigheidsgevoel. En dan was je om 1:00 was je al klaar met werken, hè? Ja, ja. Dus het is een heel mooi systeem. Maar net wat ik zeg, in 1977 was ik daar. Maar ik ben verschillende keren teruggegaan, maar het is zo'n harde maatschappij geworden. Kijk, in 1948 zijn ze onafhankelijk geworden. En na de oorlog zijn een heleboel mensen hebben zoveel krachten gegeven. Want je wist niet of een professor achter een groentekarretje liep. Of dat het een iemand was die misschien alleen lagere school had. Iedereen werkte in die kibbutz samen. Maar die maatschappij is zo hard geworden. Het is ver-Amerikaniseerd. En dat heb ik verschrikkelijk jammer gevonden. Vooral in de grote steden Tel Aviv, Jeruzalem. Toen ik daar was, kon ik nog vrij naar Bethlehem. Naar de zogenaamde Gaza-strip. En die mensen waren vriendelijk en ze leefden in vrede met elkaar. Dus dat opzetten tegen elkaar is gewoon een politiek ding geweest. Mm-hmm. Het is gewoon heel jammer. Maar het is een prachtig land. Het is, ik heb zelfs de gedachte gehad en ik ben ook bezig met... het gaan naar Israël, het heet Aliya maken. Maar door de ontwikkelingen die zo snel achter elkaar en zo ernstig slecht zijn geworden, heb ik mijn mind echt opgemaakt dat ik niet bereid ben om op dit moment mijn leven daar te gaan slijten tot ik oud word. Laat me lekker in Suriname blijven, mijn Kumba's hier begraven. Zoals ik er nu over denk, blijf ik lekker in Suriname. En helaas dat mijn kinderen niet hier zijn. Ja. Maar ik hoop dat ik ze toch regelmatig kan blijven zien. Ja, ja. Oké, we hebben je uitgenodigd omdat je eigenlijk ervaring hebt gehad, om het zo uit te drukken, met kanker. Klopt. En kan je daarover wat vertellen? Ja. Mijn derde kind heet Shifra. Mm-hmm. En Shifra was 3 jaar toen ze ziek werd. Ze viel, ze kreeg blauwe plekken over haar lichaam en kleine, kleine rode puntjes, petechium genoemd. En het baarde ons zorgen. Toen zijn we naar de huisarts gegaan, die heeft gezegd, nou, ze heeft koorts, dus geef haar paracetamol of een zetpil. Dus we zijn naar huis gegaan. Om een lang verhaal kort te maken, dit hele proces heeft gewoon 3 maanden geduurd. Tot we op een gegeven moment hebben gezegd, en nu willen wij doorgestuurd worden naar een kinderarts. Die kinderarts heeft ons ook aan het lijntje gehouden. Die zei op een gegeven moment van, dat kind zit psychisch niet goed in elkaar. We gaan er opnemen op de afdeling en we gaan er...
onderwerpen aan, psychologische testen. Toen hebben we gezegd, dat gebeurt niet. Was dat in Suriname? Nee, in Nederland. Oké. Nederland. Toen heb ik een neef van me gebeld. Die is kinderarts in Limburg. Joost da Costa. En ik heb hem uitgelegd. Hij zegt, wacht even. Ik bel jou binnen 2 uur terug. Want wat gebeurde er? Ze werd op een gegeven moment, de klieren in haar nek werden zo dik dat ze op een gegeven moment haast geen adem meer kon halen. Toen heeft hij snel een vriend van hem gebeld, die is reumatoloog in Utrecht. Die heeft ons ontvangen, heel snel, want hij dacht eerst dat het reuma was. Nou, toen wij later bij een kinderoncoloog terechtkwamen, heeft zij ons verteld, toen wij jullie binnen zagen komen met het kind in een deken, toen was ze 3, hè, toen wist ik al, dit is niet goed. Verder is het een leidensweg geworden, wat je natuurlijk... Ik wil eventjes nog inspringen. Wie heeft jou aangegeven dus dat je naar de oncoloog moet gaan? Een oncoloog is dus toch iemand, een kanker specialist? Ja. Nee, we zijn bij een kinderarts, hè? Dus we kwamen eerst bij die reumatoloog binnen. Ja. En die reumatoloog heeft meteen een kinderarts, een kinderoncoloog, ingeschakeld. Bleek later dat het een kinderoncoloog was. Ik dacht dat het gewoon alleen een kinderarts was. Ja. En dus hij zag eigenlijk al meteen aan het kind, want dat is heel grappig, een goede kinderarts. Je hebt maar heel weinig goede kinderartsen. Wij zijn in het Academisch Ziekenhuis Leiden geweest. Academisch Ziekenhuis Utrecht. Academisch Ziekenhuis Groningen. Het Sophia Ziekenhuis in Zwolle. 4 ziekenhuizen hebben we van binnen en van buiten gezien. En we hebben maar 2 echt goede kinderartsen gezien. Onder andere de kinderarts in Zwolle. Die kon inderdaad ook zien en die kon zo goed inspelen wanneer er weer een recidief opkomst was. Het is hoe je naar het kind kijkt. Wat is recidief? Recidief is het terugkomen van een ziekte, dus het terugkomen van de kanker. Maar goed, wij moesten toen in het ziekenhuis blijven. Dat heeft 3 maanden geduurd. Er is meteen een beenmergpunctie afgenomen, bloed afgenomen. Leukocyten waren vreselijk hoog. Ze had zware koortsen. En de dag daarna werd ons de uitslag gegeven. Want er is niks ergers dan wanneer je in onzekerheid moet zitten naast je kind in een ziekenhuis. Meneer Stuttgart, ik kan u zeggen, en luisteraars, ik kan jullie zeggen, toen wij hoorden wat de diagnose was, dus wat de uitslag was van het onderzoek, dat ze acute lymfatische leukemie had, ben ik bijna van die kruk gevallen waar ik op zat. Mm-hmm. En ik heb zo vreselijk moeten huilen. Wat is leukemie? Acute lymfatische leukemie is bloedkanker. Oké. Ja. Mm-hmm. Ja. Je hebt verschillende soorten bloedkanker, ook myeloïde. Maar die acute lymfatische leukemie, dan heb je een ongebreidelde, hoe noem je dat? De witte bloedcellen vermeerderen zich ongebreideld. Dus in het beenmerg, waar die cellen worden aangemaakt, worden zo snel aangemaakt dat het kind zelfs botpijnen had in de benen en in de armen. Mm-hmm. Dus het is een hele nare ziekte. We zijn meteen met chemo begonnen. En het was gewoon niet om aan te zien. De haar viel na een paar maanden pas uit. Dus ze was echt een heel sterk kind. Mm-hmm. Het was
Moeilijk, het was heel moeilijk. Die andere drie kinderen thuis, daar werd goed voor gezorgd. Op een gegeven moment hebben mijn man en ik elkaar afgewisseld, want we moesten 3 maanden daar blijven. En toen hebben we voor het eerst kennis gemaakt met het Ronald McDonald Huis, wat ook hier in Suriname gelukkig is gekomen. Daar ben ik heel blij om, want ouders hebben dat echt nodig. En zo zijn we het traject ingegaan, mm-hmm. wat uiteindelijk 8 jaar geduurd heeft. Ja, ja. Je moet straks vertellen over het traject, want ik heb een filmpje van jullie gezien en ik vind het een heel emotionele film. Dus dat is goed als de luisteraars ook volgen wat er eigenlijk allemaal in die 8 jaren is gebeurd. Ja. Ik wil even eigenlijk die stappenplan volgen. Jullie horen bij wijze van spreken op een bepaald moment dat ze dus leukemie heeft. Ja. En je maakte die opmerking van dat je hebt gehuild. Ja. Wat is er daarna gebeurd? Daarna hebben we nog 4 jaar op en af. Is het dus teruggekomen, weggebleven, teruggekomen, weggebleven. We zijn heel veel voor controles terug geweest naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment lag ze op sterven. En dat is vreselijk om dat mee te maken. En hoe oud was ze toen? Dat was, was 7 jaar. Ja, 7 jaar. Mm-hmm. En om bij een bed te staan van een kind wat zoveel pijn heeft, dat is gewoon verschrikkelijk. We begonnen met ik weet niet eens meer welke pijnstillers ze kreeg, maar dat was om en om moesten we die pijnstillers gebruiken. Op een gegeven moment heeft een kennis ons gezegd, waarom probeer je niet dokter Houtsmuller? Dokter Houtsmuller heeft een dieet ontwikkeld. Het is een arts, een echte arts. Die man was, toen ik hem belde, toen zij dus bezig was in bed te liggen, sterven, heb ik die arts gebeld. Hij heeft namelijk een vergemakkelijkt Moerman-dieet gemaakt. Dus niet zo streng meer, minder streng, zodat het wat makkelijker uit te houden is als je kanker hebt of een andere ziekte, maar met name kanker, om daar dan door te komen. Hij is niet alleen arts, maar hij is ook ortomoleculair arts. Dus ik heb contact met hem opgenomen. Ik heb hem gefaxt. Ik heb hem gebeld en gebeld en gebeld. Eindelijk kreeg ik hem te pakken. Toen heb ik hem uitgelegd wie ik was. Toen zegt hij, mevrouw Marina, u wilt het niet geloven, maar ik pak nu mijn laatste boeken in. Ik ben 75, hij was 75 of 76. Ik hou op met mijn praktijk. Maar gaat u naar mijn collega, dokter Falster, dokter Engelbert Falster. Hij is artsbioloog. Ik ga hem inlichten dat u hem gaat bellen. Dit is zijn telefoonnummer. Gaat u naar hem. Dat hebben we vervolgens gedaan. En dokter Houtsmuller heeft ons nog voorgeschreven om haar een hoge dosis meteen te beginnen. Hij heeft ons de importeur doorgegeven van genisteïne. En genisteïne, dat is een poeder van sojakiemen. Sojakiemen. Maar ongemanipuleerde, dus geen GMO, sojakiemen. En dat is 100% oké. Dat hebben we meteen besteld, diezelfde middag. We hebben het met een, ik geloof met een DHL of weet ik veel wat voor post. We hadden de volgende morgen hadden we het al in huis. We hebben het aan haar gegeven. En een paar dagen later zijn we met dokter Falster in contact gekomen. En toen is eigenlijk het traject begonnen van het NN-verhaal. We hebben nooit het reguliere circuit, dus het ziekenhuis, vaarwel gezegd. Maar we hebben gehoopt dat die artsen misschien met elkaar zouden kunnen samenwerken om te kijken wat er met het kind zou gebeuren. Meneer Stuttgart, lieve mensen, lieve luisteraars, het is onvoorstelbaar, maar wat
door wat wij, waar wij daarna doorheen zijn gegaan. Reguliere artsen, dus de gewone artsen, wilden gewoon helemaal niks van dokter Falstar weten. Dokter Falstar was onder andere de arts, die man is een wandelende computer. Hij weet zoveel van voeding en ook hij houdt alles zo goed en zo kwaad als hij kan van regulier en complementair, streepje alternatief, houdt hij bij. Dus deze man is niet zomaar een man, is niet zomaar iemand die het leuk vindt om wat te doen en denkt van ik ga iemand helpen met wat natuurproducten. Absoluut niet. Hij heeft haar een aantal, hij heeft gevraagd naar bloedwaarden, urineuitslag, hij heeft alles bekeken, hij heeft aangepast op haar lichaam. We moesten om de 2 weken terugkomen. Helemaal van het oosten van het land naar Den Haag. Dat was een heel eind rijden. Ik kom nou uit de stad. Nou, precies zo druk is het daar. Dus je kunt je wel voorstellen wat een verschrikkelijke veel tijd het vergde van ons. Maar wat we met liefde deden. Oké, aangepast op haar lichaam. En wat zagen we? Dat ze langzaam weer bijkwam. Met name die genisteïne. Die booster heeft er gewoon er bovenop geholpen. Wel, we zijn, dat is dus het tweede traject van 4 jaar. We moesten dus om en om naar, dus de ene keer gingen we naar Falstar, de andere keer gingen we naar Leiden, naar het academisch ziekenhuis, want ze moesten dus voor controle. En de artsen stonden maar iedere keer verbaasd over het feit dat ze huppelend gewoon die afdeling opkwam. Ze begrepen er gewoon niks van. Want haar bloedwaarden waren zo slecht dat ze dit niet zou kunnen doen. Ze moest in een rolstoel zitten. Maar dan zie je gewoon dat de natuurlijke kankerremmers die zij kreeg van dokter Falstar. Via voeding? Via, dus... En biologische voeding. Mm-hmm. Het heeft ons echt veel gekost. Want in Nederland kost biologische voeding heel veel. Mm-hmm. Biologische voeding, veel fruit. Groene thee. Vruchtensappen. Dus we haalden ook fruit door een sapmachine. Dus dan dronk ze er fruit. We hadden bij ons op de hoek een bakkerij. Dus een kleine bakker. Die zonder preservatives, dus geen broodverbeteraar, in het brood deed. Dat is ook heel erg slecht. Dus we bestelden 10 broden in 1 keer. Want we waren natuurlijk met z'n 6. Maar we deden precies, we aten exact hetzelfde als zij. Dus ze vond het ook niet erg. Geen rood vlees meer. Vette vis, makreel, zalm. Dus vette vis was heel belangrijk. En dat heeft haar de tweede vier jaar er doorheen getrokken. We konden gewoon heel veel ook met haar doen. Ze heeft gewoon de hele lagere school, dus toen ze in de kleuterklas kwam. Ze heeft de kleuterklas tot de 6e klas. Heeft ze met dezelfde kinderen in de klas gezeten. En ik heb nog steeds contact, moet je nagaan. Nu is het al 20 jaar verder, 21 jaar verder. Ik heb nog steeds contact met de klas. En het was een bijzonder kind. En het heeft ook heel veel impact op alle klasgenoten gehad. Wat voeding betreft, wij hebben dus meegedaan. Het werd ten strengste verboden geen margarine gebruiken. Als je iets gebruikt om het een beetje lekker te maken, een beetje roomboter, het liefst van de boer. We dronken karnemelk, veel karnemelk, wat een boer voor ons maakte, speciaal. En die karnemelk, die boerenkarnemelk, niet uit een pak vanuit de fabriek, maar dan zie je gewoon wat het is, hè. Als je geraffineerd spul eet of drinkt, doet het iets in je lichaam. Die boerenkarnemelk,
Omdat zij dus chemo af en toe ook nog ertussendoor kreeg, maakt het je ontlasting zo hard. Maar die boerenkarnemelk maakte het zacht. Oké. Okay. En dan zeiden ze in het ziekenhuis, dan kwam ik met bijvoorbeeld met 3 grote liter flessen die ik dan in de keuken bij hun in de koelkast zette. En dan zeiden die verpleegkundigen van, ach, dat helpt toch niet. Nou, ik zal u wel vertellen, meneer Stuttgart, na de hand hoorde ik van een aantal verpleegsters dat ze het ook hadden aangeraden aan ouders met kinderen die ook chemo kregen met het probleem zware ontlasting. En het ging goed. Mm-hmm. Ontlasting werd zacht. Maar zo zie je dat een heleboel natuurlijke middelen ertoe kunnen bijdragen, naast je goede, eerlijke voeding, dat je omdat het lichaams eigen is, begint het lichaam zaken op te ruimen en in balans te brengen. Het is zelfs zo geweest dat zij voor een stamceltransplantatie in aanmerking kwam. We hebben het met haar besproken. Ik ben zelf donor geweest, want haar broertjes en haar zus waren geen goede match, helaas. Dus ik heb me beschikbaar gesteld voor de stamcellen. Soms als ik in de krant wel eens lees dat er kindjes zijn met kanker en dat ze eigenlijk behandeld moeten worden, dan gaat het door merg en been heen, want dan moet ik aan mijn eigen kleine meisje denken, waar ik donor voor kon zijn. Maar we zijn in Suriname niet zo ver. Ja. Maar wat zijn stamcellen eigenlijk? Stamcellen zijn, kijk, in je beenmerg worden er cellen aangemaakt, bloedcellen, om het even makkelijk te zeggen. Maar stamcellen zijn eigenlijk het begin van het maken van een bloedcel. Mm-hmm. Dus ik werd ingespoten met een middel, dat heet neupogen. Dat kwam dan in de bloedbaan en dat zette mijn beenmerg aan tot het overproduceren, snel produceren. Ik was eigenlijk een stamcelfabriek. Mm-hmm. En dan werd dus die stamcellen komen dan in je bloed terecht, in je bloedbaan. En dan moest ik aan een apparaat liggen. Het heeft 2 of 3 dagen moest ik dat doen. En dan werd mijn bloed, dus net zoals dat je gedialyseerd wordt. Mm-hmm. Als je gedialyseerd wordt, dan worden de stoffen uitgehaald. Maar dat werd ook met die stamcellen gedaan. Dus die stamcellen kunnen ze oogsten uit dat bloed. Ja, ja. Dat is gebeurd. Dat is bij haar weer teruggebracht toen ze ongeveer 2 weken in een soort plastic tent, een zuurstoftent, heeft gelegen. Naast chemo heeft ze een totale body radiation. Dus ze moest door een soort röntgenapparaat om alle cellen dood te maken in haar, alle cellen. En toen is ze weer teruggebracht naar die tent. En toen hebben ze, want het kon dus niet via een infuus, want die stamcellen zouden anders kapot gaan als ze door dat infuus zouden gaan. Dus met een zakje is een verpleegkundige gaan staan op een stoel. En het is meteen, intraveneus is dat, dus via de bloedbaan, meteen in het bloed gebracht bij haar. Ja. Zij is het tweede kind in Nederland die met stamcellen is getransplanteerd geworden. Heden ten dagen gebeurt dat meer. Het eerste kind heeft het helaas na, geloof 4, 5 weken, is het kind overleden. Maar omdat wij met het Memorial Sloan ziekenhuis in New York contact hadden met een professor, heeft hij een second opinion gedaan en heeft hij dus die arts, die kinderarts in Leiden, in het academisch ziekenhuis, gezegd, dit en dit en dit protocol moet je gebruiken voordat dat kind dan die stamcellen krijgt. Maar er was 1 chemo tussen die niet toegestaan was bij kinderen. Achteraf gezien heb ik gehoord wat eigenlijk niet mocht, maar een verpleegkundige heeft me dat toch verteld. Ja. Dat ze uit een protocol van een volwassene die chemo hebben gehaald,
en het toch aan haar hebben gegeven. Dus toen was ze zo snel in remissie, ze was zo snel weer hersteld. Dat hersteld, dat ze dus getransplanteerd kon worden. Vandaar dat het in een vreselijk snel tempo moest ik dus ingespoten worden. Ik moest overnachten in het Ronald McDonald huis. Ik moest naar het ziekenhuis om elke dag aan dat apparaat, een soort dialyseapparaat, te liggen. Maar ze heeft een jaar lang heeft ze nog geleefd. In dat jaar hebben we contact opgenomen, want ik was ook naar Mexico geweest voor die tijd. Dat was in 1999. En toen hebben we zijn twee keer twee maanden naar een kliniek geweest, een alternatieve kliniek, die werkt met magnetische stralingen. Meneer Stuttgart, ik kan u zeggen, we zijn bezig geweest met de eigenaar. De eigenaar had geloof ik 6 of 7 jaar in de gevangenis gezeten. De FDA heeft hem gepakt, want alternatieve geneeswijzen die niet approved zijn door de FDA, dus die niet toegestaan zijn door de Federal Drugs Administration. Mm-hmm. Dat is een soort, BOG. BOG hier. Ja, zeg maar een BOG. Die man hebben ze 7 jaar in de gevangenis gestopt. En die hebben wij ontmoet in Monterrey, in Mexico. Daar had hij een kliniek. Mijn dochter is... Oh, hij was in Amerika gearresteerd. Ja, opgesloten. Want hij had daar eerst een kliniek. En toen is hij naar Mexico gegaan. En toen heeft hij die kliniek overgebracht naar Mexico. Oké. Okay. En daar werkte hij met Mexicaanse artsen en een Amerikaanse arts. Over de hele wereld kwamen ze daar, hè. Er was ook een man met prostaatkanker, een Nederlander, een professor uit Groningen. Die had prostaatkanker. Met deze dokter Davidson hebben we contact gehad. En we hebben hem gevraagd of hij niet 1 of 2 van die apparaten zou willen leasen aan het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Voor een bepaald project. Hij zegt ja. Toentertijd hebben de artsen daar allemaal nee gezegd. En de ziektekostenverzekering heeft gezegd, we betalen niks. Dus je ziet dat alternatieven worden tegengewerkt tot op de dag van vandaag. Waarom ik zo belangstellend ben voor vaccins. Wat blijkt nou? Toen wij in Houston waren, waren we naar een Children's Hospital in Houston zijn we geweest, op de terugweg van Mexico naar New York om het vliegtuig te pakken naar Amsterdam. Toen was ik bij een vriendin, toen hebben we een afspraak gemaakt met een kinderarts. En toen hebben ze gezegd, wij willen wel haar een trial aanbieden. Wij betalen de hele trial, maar de ziekenhuisopnames moeten jullie zelf betalen. Toen is er een stukje weefsel, toen we dus weer terug waren in Nederland, is een stukje weefsel bij haar weggehaald. We hebben sponsoren gevonden. Het zou ongeveer een 100.000 gulden toen de tijd gaan kosten. Nederlandse gulden. Ja, 120.000 Nederlandse guldens. En ze hebben dat vaccin gemaakt. Het vaccin, dus vanuit Nederland hebben ze dat stukje weefsel van haar. Het moest binnen 10 uur moest dat in Amerika zijn. Dan konden ze daar een vaccin van maken. Maar ze moest dus helemaal schoon zijn. Schoon, dat betekent dat ze in haar beenmerg geen leukemiecellen dusdanig meer zouden kunnen vinden. Het moest onder, ik geloof, een percentage van 5% of zo zijn. Het vaccin is gemaakt en vlak voordat we vertrokken heeft ze haar 8e terugval gekregen, haar 8e recidief. En we waren zo verdrietig, want ze konden het vaccin niet meer goed houden. Het vaccin had maar een bepaalde houdbaarheid. Ja. Dat was heel erg jammer, heel erg jammer. En het heeft daarna nog 1 of 3 maanden geduurd. En toen is ze helaas overleden. Maar een half jaar later zijn wij teruggegaan naar het ziekenhuis, het Academisch Ziekenhuis Utrecht, waar wij begonnen zijn. En toen hebben we die arts gesproken die ons als eerste opgevangen had. Toen vertelden we haar dat we naar Amerika zouden gaan voor die zogenaamde vaccinbehandeling.
Toen zegt ze doodleuk, ja, maar dat kunnen wij hier ook. Wel, de tranen schoten mij in de ogen. Toen dacht ik mijn gunst. Kijk, je hebt zoveel ziekenhuizen. Ik bedoel, je hebt hier ook, wij hebben hier in Suriname ook een aantal ziekenhuizen. En ik vraag me af of ze onderling wel samenwerken. In Nederland, waarvan je zou denken dat het geciviliseerd is, dat het netjes allemaal gaat, echt niet. Ze konden ons toch hebben gezegd van je hoeft niet naar Amerika te gaan. Dan had het meteen in Nederland gekund. Dus ik vond het zo verschrikkelijk dat ik op moest, want die arts condoleerde ons, want ze had inderdaad gehoord en gelezen dat Shifra was overleden. Weet je, en dan denk ik van, misschien had mijn kind nog gered kunnen worden. Want ik geloof, op de dag van vandaag, hoeft geen kind met acute lymfatische leukemie meer te sterven. Er kan lichaams-eigen vaccin gemaakt worden, maar je gaat helaas geen één farmaceut vinden, farmaceutische fabriek vinden of laboratorium die dit voor je gaat maken, want het kost bommen met geld en geen één ziektekostenverzekering gaat het kunnen betalen of willen betalen. Dus het is eigenlijk zo absurd dat je ziet dat je dus eigenlijk iets goeds kunt doen met vaccins. En wat gebeurt er heden ten dagen? Als deze techniek in handen komt van psychopaten en mensen die een heleboel geld kunnen maken, kijk hoeveel miljoenen mensen er momenteel gevaccineerd zijn met een synthetische GMO, genetisch gemanipuleerde injectie, die desastreuze gevolgen heeft. Mijn kind kon geholpen worden. En dan gebruik je het goed. Wat zien we aan de dag van vandaag? Dat vaccins, zogenaamd vaccins, want het is geen vaccin, het is een synthetische drug. Men moet aan bevolkings terugdringen, moet men doen. En dat zit er gewoon achter. En het erge is, gisteren kreeg ik via een appgroep, waar mensen over de hele wereld, mensen die dus tegen deze coronavaccinatie zijn. En dan praat ik echt over alle landen van de wereld. Uit India, overal. India, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, Amerika, Nederland, Duitsland. Overal vandaan. Suriname. Kreeg ik een filmpje. Ik heb het naar een aantal DNA-leden gestuurd. En de rechterhand van meneer Bill Gates, een immunoloog die geen anti-vaxxer is, die ook een heleboel vaccins heeft ontwikkeld, heeft op zijn LinkedIn-pagina al zijn artsen, die dus in zijn LinkedIn, in zijn ja, het is een soort LinkedIn voor de mensen die het niet weten. Het is een soort netwerk, een soort, zeg maar een soort WhatsApp. Maar dan voor mensen die dokter zijn. Hij heeft gezegd, stop met vaccineren. Stop, nu meteen. Deze man is directeur van 5 verschillende grote vaccinbedrijven. En de persoon, zeg maar de rechterhand van Bill Gates. Dit is breaking news. Laten we het mooi afronden. Je hebt dus, je dochter Shifra is, heeft kanker gehad, heeft bloedkanker gehad. En jullie hebben dus allerlei manieren gedaan om er één te redden, langer te laten leven en zo. En wat mij eigenlijk gedaan, eigenlijk wat me stoort, is het feit dus dat jullie naar zoveel ziekenhuizen zijn gegaan voordat men ontdekt heeft dus dat het kind kanker heeft. En dat verhaal eindigt dan weer niet mooi, want jullie gaan zelfs tot naar Mexico om een magnetische behandeling te doen. En wanneer dat kind overleden komt, dan hoor je dat in Nederland zo'n behandeling ook kan worden gedaan. Nou, maar niemand heeft het gezegd. Dat is dus een behandeling met een vaccin. Ja, ja.
Dus dat er lichaams-eigen vaccin gemaakt kon worden in Nederland. Die magnetische behandeling was een alternatieve behandeling. Okay. En daar waren ze het in Nederland absoluut niet mee eens. Okay. Daarom hebben die artsen ook nooit contact gezocht met dokter Falstar. Mm-hmm. Dokter Falstar heeft een keer contact gezocht met het ziekenhuis. Met de, ik zal geen namen noemen. Maar ze waren niet geïnteresseerd, klaar. Dus ik vind het zo leuk, omdat er dezelfde reactie kregen we ook hier. Van een arts in het COVID-team naar traditionele geneesheren. Ja. Men voelt zich op een ivoren toren en men is niet bereid om met traditionele geneesheren tenminste nog een gesprekje te voelen. Zo hoog voelen ze zich. Oké, dan stappen we over dus naar het vaccin. Want uit jouw verhaal zou ik begrepen hebben dat je ook geïnfecteerd bent geweest met het COVID-virus, COVID-19. En dan wil ik dan ook je mening horen over hoe sta je er tegenover vaccins? Ja. Vorige januari, ik was met de grote verbouwing bezig. Plafond lag eruit, badkamer uitgebroken. Nou, dan ga je langs alle Chinese bouwmarkten om bij de ene bouwmarkt een schroef van 20 centimeter met een bout. En daar heeft hij maar 5 van. Dus dan moet je weer naar de ander. Dus ik kroste de hele stad door om allerlei materiaal te kopen. Dat was november, december, januari. Eind januari word ik opeens doodziek. Meer dan doodziek. Ik heb chikungunya gehad. Ik heb dengue gehad. Maar wat mij nu overkwam, ik dacht ik ga dood. Ik had vreselijke hoofdpijnen. Ik heb in mijn 4 zwangerschappen niet zo erg overgegeven als eind januari. Ik kon niet op mijn benen staan. Ik heb een week lang alleen water gedronken. Ik had lichaamspijnen en ik was benauwd. Maar ik moest zo hoesten, alsof er... En er zat, dat slijm zat zo vast en het was een kriebelhoest. Ik hoestte de hele dag en ik was zo moe van het hoesten. Maar die zware klodders, groene slijm en ook stukken, hè, kwamen naar boven. Ik had een emmer naast me staan. Ik heb op 21 graden mijn airco gezet. Ik heb mijn ventilator op mijn gezicht gezet. Zodat ik de benauwdheid niet kon voelen. Want had ik genoeg zuurstof, koude zuurstof, van die ventilator op mijn gezicht kreeg. Wel, zo heb ik een week doorgebracht. Daarna begon ik iets op te knappen. Een vriendin van me, die weet heel veel van homeopathie af. Die heeft een tweetal homeopathische producten voor me gebracht. Pilletjes en een soort heel vies drankje. D3 of D4. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Ik heb angina fors gedronken. Dat had ik gelukkig nog zelf. En dat heeft mij in die 2 weken heel langzaam erbovenop gebracht. En ik had gelukkig nog een stuk of 3 broden in mijn vriezer. En ik had nog genoeg groente achter glas, dus potjes. Dus op een gegeven moment, die tweede week, ging ik wel naar de keuken om wat klaar te maken. Maar ik ben zo ontzettend ziek geweest en ik was zo moe. Ik heb die week alleen maar geslapen. Mm-hmm. Naast het hoesten en het water drinken. Mijn zusje, ja, gelukkig hebben vriendinnen na die week soep gebracht. En de een bracht dit en de ander dat. Ik zei nog tegen mijn zusje laatst van, boy, ik ben zo ziek geweest. Als ik er nog aan terugdenk,
Dus ik weet wat die mensen doormaken in het ziekenhuis. Ik weet het. Als ik naar het ziekenhuis gegaan zou zijn, dan zouden ze niet weten dat het COVID was. Want het exact dezelfde symptomen die ik had toen, ze zouden niet weten dat het COVID is. Ze hadden me misschien in het ziekenhuis gehouden. En ik was daar gebleven en ik was opgeknapt en ik was weer naar huis gegaan. In maart was het dus wel bekend hier. Ik heb met mijn huisarts overlegd. Zij zegt ook van, ja, weet je wat het is? Je kunt het niet met 100% zekerheid zeggen, maar de symptomen waren wel, wat jij aangeeft, het zou het best geweest kunnen zijn. Oké, we zijn nu, en ik maak even een stapje verder, een jaar verder. 16 januari zou ik op het vliegtuig stappen naar Nederland. Ik had mijn kleinkinderen al zo lang niet gezien. Dus ik moest verplicht een PCR-test laten maken. Ik ben naar het AZ gegaan. Ik heb een afspraak gemaakt. Toen ik zag wat daar gebeurde voor mijn ogen met een dame, toen kreeg ik vrees. Toen dacht ik van, hey boy, dit moet ik ook gaan doen. Ik was als tweede aan de beurt. Ik had eerst betaald bij een loket. Toen moest ik PCR-test gaan maken. Die zuster heeft zo verschrikkelijk hard gedikt achter in mijn neus, dat ik het gevoel had alsof het door mijn hersens heen ging. Ene neusgat, andere neusgat, toen nog in mijn keel. Toen ik wegliep, was ik eigenlijk zo boos. Want ik dacht van, hé, luister. Ik heb op een gegeven moment, ik heb een DNA-test gedaan bij Ancestry, omdat ik met geologie bezig ben. Maar je hoefde alleen maar spuug in een soort glazen dingetje te zetten. En dat moest je opsturen. Dus vanuit je spuug kunnen ze al een heleboel dingen zien. Waarom moet je tot twee keer toe achter in je neus, tot bijna in je keel, tot bijna in je hersens, zo'n stokje dieken? Nou, ik zou jullie vertellen, luisteraars. Toen ik thuis kwam, het was geen bloed, maar het was geen bloed. Maar ik heb tot 3 dagen heb ik vocht uit mijn neus gehad. En je zag dat er dus vooral die eerste paar uur, dat er ook wat bloed tussen zat. Dus het was wat roze. Hmm. Dus ze hebben me zo verschrikkelijk gedikt dat ik op een gegeven moment dacht van, hé, ik wil geen PCR-test meer. Maar goed, ik had mijn koffer ingepakt, ik had alles klaar. Ik dacht, oké, zaterdag kan ik op het vliegtuig, de 16e. Word ik donderdag om 12 uur 's middags gebeld. Ja mevrouw, u bent positief getest. U moet worden opgenomen in de isolatie. Ik zeg, pardon, hebt u het wel goed? Ja, we hebben het goed. En u spreekt met de BOG en u kunt kiezen of naar het Wanica ziekenhuis of naar Residence Inn. Ik zeg, maar weet u, ik wil toch wat vragen stellen. Mag ik het resultaat zien? Want ik vind het wel heel raar, want ik heb helemaal geen symptomen. Ik voel me kip lekker. Ik had nog een paar vragen gezet. Ik weet niet eens meer welke vragen. En die vrouw werd op een gegeven moment zo geïrriteerd door mij, door mijn vragen. Want ik heb haar uitgelegd, ik wil het graag begrijpen. Toen heeft ze op een gegeven moment gezegd, mevrouw, u kunt of naar het Wanica of naar Residence Inn. Waar wilt u naartoe? Ik zeg, nou, dan kies ik voor het Residence Inn, want een vriendin van me woont daar vlakbij. Als ik wat nodig heb, dan kan ze het voor me brengen. Ze zegt, toen begon ik weer te vragen, ze zegt, mevrouw, u weigert nog? Ik zeg, nee zuster, ik weiger niet. Ze zegt, mevrouw, als u blijft weigeren, komen we u nu halen met de sterke arm. Wel, ik ben zo boos geworden. Boos, teleurgesteld. Ik had de tranen in mijn ogen dat ik dacht, mijn gunst, ik kan mijn kinderen niet zien. Alles viel in duigen.
Ik heb die vrouw uitgelegd dat ik alleen woon. Ik woon op Vijfde Rij, maar ik woon alleen in een huis. Of ik biggie alleen in mijn huis in de quarantaine mag blijven. Ik heb zeker nog voor een maand spullen in mijn huis. En ik kan de buren vragen of ze voor mij groente willen kopen op de markt. Want ik ben een groenteeter en fruiteter. Maar dat mocht niet. En wat ik zo erg vind, is dat ik één persoon in een huis een plek heb bezet van waarschijnlijk iemand die ook COVID had, die met 8 mensen in een huis woont. En die dan niet geplaatst kan worden. Snapt u waar mijn boosheid ook over ging? Ik dacht ook aan de andere mensen die COVID hadden. Ik ontken niet dat er COVID is. Luisteren jullie goed? Ik zeg niet dat COVID onzin is. Het is er. Maar het is de manier waarop ze de mensen behandelen, voorlichten. Ik ben gegaan. Oh ja, toen zei ze op een gegeven moment van, u kunt zelf gaan of u wordt gehaald. Ik zeg, nou, dan ga ik zelf wel. Ze zegt, ja, maar u kunt niet voor Residence Inn kunt u parkeren. Dus dan gaat u het ergens anders moeten parkeren. Ik zeg, ja, maar hoe kom ik dan bij Residence Inn? Ja, dan moet u een taxi nemen bij uw vriendin. En dan moet u achter in de auto gaan zitten. Dan moet u de raampjes open gaan zetten. Dan moet u een mondkap voorzetten. Ik zeg, maar dan heb ik misschien die man al besmet. Nee, dit zijn de regels. Oké, dus ik ben er zelf heen gereden. Ik ben opgenomen. Nou mensen, wat ik daar heb meegemaakt, is echt niet om over naar huis te schrijven. Nummer 1, de voeding. Ik heb op Staarnieuws heb ik in februari mijn ervaring geschreven. Over mijn isolatie in het Residence Inn. Weet u? 3 februari. 3 februari. Starnieuws 3 februari. Mensen, weten jullie, en ik denk dat de mensen die daar ook opgesloten zijn geweest, of in het Wanica ziekenhuis, waar je terechtkomt. Wat het betekent dat je in een gevangenis zit, dat je niet eens buiten de poort naar je eigen auto mag om iets te pakken. Je bent opeens besmet. Je bent in een gevangenis. Je mag niet naar buiten. Zij bepalen voor je wanneer je eet, drinkt en gaat slapen. Nou, gaat slapen, dat mag je zelf bepalen. Ik zat in een grote witte tent met 70 of 80 mensen, waaronder kleine kinderen, oude van dagen. Mensen die doodziek waren. Mensen die geen symptomen hadden. Mensen die lagen te braken. Mensen die lagen te snurken. In een hokje van 2x2. Het was met een soort plastic was het omringd. Allemaal kleine hokjes. En de airco stond op 16 graden. 'S Avonds moest iedereen ze stierven van de kou. En ja, dan moest er weer iemand van buiten komen om dat ding te regelen. Mensen hebben hun familieleden gevraagd om dekens te brengen. Om warme kleren te brengen. En overdag was het ook op 16 graden. Maar dan was het, omdat die tent zoveel hitte binnenbracht, was het nog warm binnen. Ondanks die airco. Nou, ik heb op een gegeven moment gevraagd, samen met een aantal andere mensen, is het ook een mogelijkheid om dat we toch een wat andere onderkomen kunnen krijgen? Ja, dan moesten we 500 SRD per dag bijbetalen. Nou, uiteindelijk heb ik dat samen met een aantal andere mensen gedaan. Maar mijn kinderen zeiden ook van mama, doe dat. Ik had gelukkig app-contact met mijn kids. En links en rechts ben ik geholpen. Maar het is toch te gek dat je op zo'n manier je zo gevangen voelt. En dan moet je op exercitie komen, elke ochtend om 10 uur.
En als de artsen je niet zien, dan je moet komen. Het eten was echt zo sober. Zo sober. Heel vet. Alleen maar koolhydraten. Heel weinig groenten. Ik denk echt niet dat ze Surinaamse kip hebben gekocht. Is veel te duur. Twee boterhammen. 'S avonds. Met een beetje margarine en een klein beetje pindakaas en een klein beetje goedkope jam. Af en toe een plakje kaas. Het was gewoon heel erg. Op een gegeven moment heb ik gevraagd aan een van die artsen. Zou het ook mogelijk zijn om de mensen wat supplementen en wat vitamines en mineralen bij te geven? Want er zijn zieke mensen. Dat moeten ze dan maar van thuis laten halen. Wat ik zo ontzettend jammer vind, is dat... En dat heb ik ook in dat stuk geschreven, wat op Star Nieuws verschenen is. In plaats dat de overheid de mensen goede voorlichting geeft via onze voedingsdeskundigen en via de huisartsen die de mensen ook zien... Veel groente, veel fruit, goede lichaamsbeweging, slik vitamine C1000 bij, slik een hoge dosis vitamine D, slik vitamine E, slik een goede multivitamine, slik vitamine K. Als je die mensen een lijstje geeft, dan gaan ze naar de drogisterij of naar de apotheek en dan kunnen ze hun dingen kopen. Zo kun je je eigen immuunsysteem ook opkrikken. Dat hebben wij met onze dochter Shifra ook gedaan. Daarom kon zij door haar ziekte heen gesleept worden en was ze vrolijk en huppelde ze en wou niemand geloven dat ze zo ziek was. Als je we hebben van God onze eigen immuunsysteem gekregen. Laten we ons lichaam koesteren. En dat is ook iets wat ik vanuit Opitte zo graag zie gebeuren. Ons lichaam is een stuk natuur. We moeten goed voor de natuur zorgen om ons heen. Maar in eerste instantie goed voor de natuur in ons eigen lichaam. Want we hebben een verantwoordelijkheid gekregen van de Almachtige om hier goed mee om te gaan. Laat die cola staan. Stop met suiker. Ik heb totaal geen suiker. Ik gebruik geen tomatenketchup. Kijk hoeveel suiker er in tomatenketchup zit. Kijk hoeveel geraffineerde rotzooi er zit in cornflakes. Of in het gebruik net zoals vroeger. Vroeger kregen we havermoutpap 's ochtends te eten. Tegenwoordig lusten kinderen dat niet meer. Want ze willen Kellogg's cornflakes liefst. Geen zogenaamd mijn merk of zo. Nee, Kellogg's cornflakes. We moeten terug naar soberheid. Ga in je eigen tuin je groenten planten. Plant weer bomen, fruitbomen. Ga naar LVV. Ze hebben van die dwerg manja boompjes. Plant. Zorg goed voor je lichaam, zorg goed voor jezelf. En dat vaccin, om terug te komen op dat vaccin. Je hebt net een beetje je ervaring verteld in... het was Hanika, no? Of nee, het was er een... Resident in. Ja, ja, ja. En hoe lang ben je daar gebleven? En dan wil ik ook nog weten van... wat is je ervaring met het vaccin? Nou, ik ben daar 7 dagen gebleven... Eerst zeiden ze me dat ik 3 dagen daar kon blijven, omdat ik geen symptomen had. Dus dan zie je dat die PCR-test dus ook eigenlijk helemaal niet deugt. Hè? Mm-hmm. Die deugt gewoon niet. Mm-hmm. En die PCR-test ligt nu ook onder vuur. Nou, eerst was het 3 dagen. En toen moest ik elke dag maar op exercitie komen. En wachten totdat mijn naam werd opgeroepen. En uiteindelijk na 6 dagen
werd mijn naam opgeroepen dat ik de 7e dag naar huis mocht, aan het eind van de dag. Nou, maar het is verschrikkelijk om je opgesloten te voelen, want je bent... Dus nu pas kan ik me voorstellen wat iemand ervaart in een gevangenis. Mm-hmm. Ik heb het absoluut niet leuk gehad. Afschuwelijk. Ik heb echt, dit neem ik mijn leven mee. En ik denk dat mensen die ook in isolatie buiten hun eigen huis zijn geweest, dat kunnen beamen. En wat ik helemaal erg vind, dat als je tot de elite behoort, en dat je dan wel in je huis mag blijven. Want dat heb ik ook gezien. En dat was dus mijn gevecht met die mevrouw van BOG, waarom ik niet in mijn huis mag blijven. Regels zijn regels, zegt ze. Nou, ik vind als er regels voor mij gelden, gelden ze ook voor de ministers, sorry. Dat klopt. En ik vraag me af, als bijvoorbeeld de minister die in Amerika was, als hij momenteel in quarantaine is, omdat we horen niks daarover. Je had ook de ervaring over het vaccin, heb je me in een voorgesprek verteld. Ja. Wat is je ervaring met het vaccin? Ik ben het afgelopen half jaar heb ik heel veel tijd besteed aan eigen onderzoek. Kijk, ik met de ervaring van mijn dochter, waar ook een vaccin voor was gemaakt, had ik zoiets van, oké, ik moet kijken, wat zijn de voors en wat zijn de tegens? Toen kwam ik tegen zoveel obstakels, dus dingen tegen op mijn weg, dat ik dacht van, hé, wacht even. Het onderzoek bracht mij op een gegeven moment bij schrikbarende zaken. Ik wist dat de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie grootmachten zijn die, om het op zijn Duits te zeggen, rücksichtloos zijn. Dat betekent dat ze niet naar de mensen kijken, maar alleen maar naar hun eigen portemonnee. Nou, meneer Bill Gates ben ik gaan onderzoeken en ik heb gekeken naar wat meneer Bill Gates allemaal zei in interviews. En ik werd lid van een groep, een appgroep, die vanuit Israël opereert en die mensen in hun appgroep heeft van over de hele wereld. India, Amerika, Engeland, Zwitserland, Duitsland, neem het, alle landen. Dus zo kwam ik ook aan mijn informatie. Gisteren kreeg ik een breaking news dat de rechterhand van Bill Gates klokkenluider is geworden. Hij heeft op zijn, dat had ik geloof ik al eerder gezegd, maar ik zal het nog een keer vertellen voor de mensen die later zijn ingestapt in het programma. Meneer, deze arts, meneer Van den Bossen, Geert Van den Bossen heet hij geloof ik, een Belg, een immunoloog. Die is directeur van 5 verschillende bedrijven, waaronder Gavi. En is eigenlijk de rechterhand van meneer Bill Gates. Die heeft nu na alle artsen een schreeuw gedaan. Stop met vaccineren. Stop nu. Nou, dat is echt breaking news. Ik ga er nog een artikel over schrijven, om het op een makkelijke manier ook een beetje uit te leggen aan de mensen. Want niet iedereen kan over dit filmpje beschikken, omdat van de alternatieve media wordt er dus heel veel geblokkeerd. Hè? Ook als je op... ik ben net ook vorige week een aantal dagen geblokkeerd geworden door Facebook, omdat ik te veel op mijn pagina zette over, zeg maar, COVID en hoe gevaarlijk het is. In elk geval, deze man is dus een klokkenluider geweest waar de wereld eigenlijk ontzettend blij mee moet zijn. Maar Israël is momenteel ground zero. Chili, Israël en Engeland hebben het hoogste aantal procenten gevaccineerde mensen. Als je dus praat over hoe gevaarlijk het vaccin is,
Weet je wat ik van mijn eigen familie zelfs hoor? Heb je een gat in je hoofd? Ach, doe niet zo idioot. Je bent een conspiracy theorie aanhanger. Je bent een complotdenker. Gebruik je hersens, Marina. Je hebt toch een beetje hersens? Je wordt gewoon weggezet. Je wordt uitgemaakt voor idioot. Wel, deze meneer van de Bossen, is die ook idioot? Zou het in zijn bol gestegen zijn? Ik denk het niet. In elk geval, ik ben ook een aantal dagen geblokt geweest op Facebook. En zoals jullie misschien weten, artificial intelligence, dat is er weer een heel ander kapitel. Maar ook daar moeten we ontzettend bang voor zijn. Want meneer Elon Musk, een hele knappe man die elektrische auto's heeft gemaakt, die nu naar Mars wil, die heeft zowel Bill Gates als meneer Soros, als alle anderen die met heel veel geld deze vaccins nu pushen in de wereld. Want ze willen de wereldbevolking willen ze uitdunnen. Ik heb een filmpje waarin dit echt wordt gezegd. Er zijn te veel mensen op de wereld. Oké, dus dat vaccin ben ik nu echt falikant tegen. En ik vind het heel erg dat het team van mevrouw Draaibaar er echt alles aan doet om iedereen en zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Wel, al die mensen die nu gevaccineerd zijn, zijn eigenlijk potentiële COVID-fabrieken. Dus we gaan het nog merken binnen 5 jaar gaan we het merken. En dan zal het inderdaad misschien waarheid gaan worden dat we ons moeten opsluiten in onze huizen, omdat die mensen die gevaccineerd zijn een gevaar vormen voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Het gaat omgedraaid worden. En dit muisje gaat een lange staart krijgen, dat kan ik jullie wel vertellen. Dus vandaar dat ik er erg op tegen ben. Ik ben ervoor. De Wayana's in het Lawa-gebied, het dorp Kawamhaken, heeft COVID gehad. Er is niet één Wayana doodgegaan. Ze hebben hun flesje met drank. Er worden bepaalde bladeren en ik weet niet precies wat allemaal gekookt. Ik heb een kennis van mij gevraagd, die dus uit het dorp komt. Breng wat flesjes voor me, want mijn overburen waren ziek. Mijn overbuurman lag met COVID in het ziekenhuis. Ze hebben het gedronken. Al die Wayana's hebben het ook gedronken. Er is geen Wayana doodgegaan. Ik ben een voorstander ervan. En ik heb ook nu contact met DNA-leden hierover. Ook met de achtergrond van mijn dochter Shifra. Dat die met natuurlijke stoffen geholpen is om een goede kwaliteit van leven te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat die homeopathische medicijnen die ik geslikt heb, hebben mij door deze verschrikkelijke COVID in januari 2020 gesleept. Ik ben inderdaad voor de tweede keer geïnfecteerd geweest, maar ik heb het niet eens gemerkt. Ik heb het niet gemerkt. Omdat ik mijn vitamines, mijn mineralen, mijn moringa thee elke avond drink, grote mok, mijn moringa soms door mijn salade zet, of ik bak het met een beetje ui. Mensen, we moeten terug naar de natuur, we moeten terug naar wat ons lichaam kan verdragen. Geen farmaceutische industrie medicijnen die ons lichaam ziek maken. Ook geen cola meer drinken. Geen zoet meer in je thee. Laten we kijken of we misschien LVV zover kunnen krijgen om stevia te gaan planten. En dat jullie stevia plantjes gaan kopen daar zo. Is ook een zoetstof. Je kunt het drogen, je kunt het malen in een koffiemaletje. Te verkrijgen bij elke Chinese winkel om koffiebonen te malen. Mensen, laten we teruggaan naar onze roots. God heeft ons geschapen. We zijn mensen van de natuur. Ja, we zijn zo zoetjes aan het einde gekomen van het programma, maar toch wilde ik Marina vragen om toch wel eventjes te vertellen haar ervaring
met het COVID-virus. Ze is getest, positief getest en is toen ook opgenomen. Wil je dat eventjes weer in een nutshell vertellen hoe dat allemaal aan toegegaan is? Om de Surinamer een beeld te geven hoe we hier worden behandeld. Ja, ja. Wel, ik ben, ik moest dus, omdat ik weg zou gaan met het vliegtuig, moest ik een test laten maken bij het Academisch Ziekenhuis. Dus ik ben er naartoe gereden. Ik heb bij een loket heb ik betaald. Ik ben in de rij gaan staan, netjes anderhalve meter van elkaar. En ik zag dat die mevrouw voor me, hoe die werd gedikt in haar neus. En toen dacht ik van, oh mijn god, dan moet ik dat ook doen. Vreselijk. Want ze ging helemaal met haar gezicht zo naar achteren. En ze had pijn. Ik zag dat ze pijn had. Ik dacht van, oké, blijf rustig. Ik was aan de beurt. Die zuster nam zo'n lange staafje. En ging ermee zo ver achter in mijn neus. Dus ze zei van, ja, u moet uw nek helemaal naar achteren doen. Ze ging zo ver achter in mijn neus dat ze me pijn deed. Toen haalde ze dat, dan draaide ze eraan. Ik dacht van, waarom moet je draaien? Mm-hmm. Ze ging nog in mijn andere neus. Toen dacht ik van, toen zei ik van, waarom moet u, nee, dit moeten we zo doen. Ze ging weer in mijn andere neusgat, maar ze ging zo hard naar binnen dat het me weer pijn doet. Het was alsof het in mijn hersens kwam. Toen moest ik mijn mond openmaken. Stok ging achter in mijn keel. En toen ik wegging, had ik de tranen in mijn ogen. Het deed me zo'n pijn. Het deed me pijn. Het heeft 3 dagen gewoon water uit mijn neus. Maar de eerste paar uur, het was niet bloed, maar het was licht bloed met water. Het is een paar uur heeft dat geduurd. Dus ze hebben gewoon zo hard naar achteren gestoten dat ze iets beschadigd heeft. Toen werd ik de volgende dag gebeld door BOG. Bent u mevrouw Da Costa? Ja, ik ben Marina Da Costa. Ja, u bent positief getest. Ik zeg, oh, positief getest? Dat kan niet. Ik ben niet ziek. Ik voel niks. Ik heb niks. Ja, u kunt kiezen of naar het Wanica ziekenhuis of naar Residence Inn. Toen heb ik gezegd, doe dan maar Residence Inn. Maar, zuster, ik heb geen, A heb ik geen symptomen. Dus ik vraag me af, is misschien die test niet veranderd, verwisseld, dat het niet van mij is? Nee, dat kan niet, absoluut niet. Maar zuster, ik ben een alleenstaande vrouw. Kan ik alsjeblieft in mijn eigen huis blijven? Ik woon op 5de Rijweg. Ik heb een grote tuin om me heen. Niemand komt bij me. Ik heb genoeg eten en drinken. Ik heb nog een aantal vragen gesteld. Ik zeg, ja, maar ik wil graag begrijpen wat u me vertelt. Toen heeft die dame me gezegd, mevrouw, als u niet meteen naar Residence Inn gaat, dan komen we u met de sterke hand halen. Ik zeg, nou, dan ga ik er wel naartoe, hoor. Toen zei ze van, ja, en ik had haar verteld dat ik voor Residence Inn kies, omdat een vriendin van me daar in de buurt woont. Als ik iets nodig heb, kan ze het voor me brengen, in plaats van Wanica ziekenhuis. En ik moest achter in de auto gaan zitten met een mondkap voor en de ramen open. Als ik mijn auto bij mijn vriendin had gezet, dan moest ik naar de Residence Inn met een taxi. Toen ik binnenkwam, kreeg ik de schrik van mijn leven. Ik heb echt een verschrikkelijke tijd daar gehad. Ik kon niet eens naar mijn auto lopen. Ik zat al gevangen in de gevangenis. Ik werd gebracht naar een grote tent, een witte tent, met allemaal kleine hokjes, 2x2. Een matras, zo dun. Ik kon de latten voelen. Huilende kinderen, puffende mannen en vrouwen, snurkende mensen, mensen die overgaven. Het was een verschrikking. Eten, wat absoluut niet van het gezondste was. Veel koolhydraten, dus veel meelsoorten, bami. Heel vaak ook geen groenten.
Dus ik dacht van, wij krijgen hier gewoon geen gezonde maaltijden. Ik heb zelfs gevraagd van, what about voedingssupplementen? Is zo dat versterkt kunnen worden? Nee, dat moet de familie dan maar brengen. Nou, ik heb me zo opgesloten gevoeld. Het was echt heel erg. En je zei nog over, nu weet je hoe isolatie aanvoelt. Oh ja, ja, ja. Ja? Ik kan u vertellen dat ik nu pas weet. U hebt geen dingen. Ga door. Oh. Dat wat het is om gevangen te zitten in een gevangenis. Ik kan me nu voorstellen wat het betekent voor mensen die veroordeeld zijn en die in een gevangenis zitten. Je kunt geen kant uit. Men bepaalt voor je wanneer je eet, wanneer je drinkt. En ik zal u vertellen, dit is echt geen lolletje. Bedankt. Je zou nog je interview willen afronden met een advies naar ouders toe met kinderen die kanker hebben. Je wil nog iets zeggen? Ja, ik wil echt alle mensen, omdat ik weet wat, en helemaal in deze coronatijd, wat het is om in angst te leven. Laat de Almachtige, onze God, een troost zijn voor ouders met een ziek kind, voor mensen die angstig zijn. Laten jullie je niet zo ver brengen dat de angst overheerst. Maar denk goed na voordat je je A laat vaccineren. En B, als je een ziek kind hebt, kom voor je kind op. Doe er alles voor. En kijk wat je ook met natuurproducten kunt doen. Dank u. Heel interessante interview geweest. En ook het voorgeschiedenis van de Da Costa's vond ik heel interessant. Ja. Dames en heren, dat was het voor deze week. Tot de volgende week. Doei! Gezondheid, uw keus. Elke zondagmiddag om 5 uur op FM Gold. Tips voor een gezonde levensstijl en voeding. Gepresenteerd door de voedseltechnoloog Ricky Stoetgaard, Master of Science. Zondagmiddag 5 uur, gezondheid, uw keuze. FM Gold.